Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik weet het, het is een hele tijd geleden, maar zoals ik reeds verteld had, ik was bezig in een verhuis en ik heb dan nadien wat tijd voor mezelf genomen, want het was nodig om weer terug op te laden en weer eigenlijk mijn plekje en mijn ritme vooral weer te vinden in het maken van content voor jullie en dat in combinatie met mijn sessies van, met klanten en dan de kinderen die thuis zijn van school. Dus het was eventjes weer schakelen en weer een nieuw evenwicht vinden. Maar dat is een nieuwe week en een nieuwe start. En dus dat betekent dat we vandaag een video doen en eens gaan kijken, gaan checken, inchecken, afstemmen, intunen, whatever dat je het ook wil zeggen of doen. Waar dat de mannelijke en de vrouwelijke energieën in het collectief mee bezig zijn. Ik merk natuurlijk zelf heel veel dingen ook aan mezelf, maar daarom is het niet altijd zo dat dat voor iedereen van toepassing is. Dus daarom vind ik het wel leuk om deze readingen te doen, zodanig dat ze mij inzicht geven, maar ook natuurlijk jullie inzicht nemen. Dat is de bedoeling. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik vragen om dat alvast te doen. Terwijl ik ondertussen verder de kaarten aan het schudden ben. Geef een likeje op de video als je dit soort content, dus dit soort thema's voor video's leuk en interessant vindt. Want dan weet ik op welke thema's, welke onderwerpen ik mij mag gaan focussen. Ik moet zeggen, ik heb al een paar keer. Oh, niet deze, waar is die? Ja, hij is weg. Maar de Two of Flames kaart gezien. En dat is eigenlijk verbonden met de Union. Dat is de eenheid tussen Divine Masculine en Divine Feminine. Dus tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. En zoals dat je weet, zoals dat ik al vaak gezegd heb, je kan kijken naar deze video's voor jouw connectie. En je kan natuurlijk ook kijken voor jezelf. En zeker wanneer je nog niet heel lang bezig bent of nog niet zo ver staat op het pad met jouw zielsconnectie. Dan raad ik aan om in eerste instantie te kijken voor jezelf, omdat dat jou dan weer inzichten gaat brengen waar dat je nog meer eenheid en healing mag brengen in je mannelijke en vrouwelijke energie. Zo, dat gezegd zijnde, oh ja, als je zelf een reading wilt die specifiek afgestemd is op jouw pad als tweelingvlam of je zielsconnectie, dan kan je die ook reserveren op mijn website. Dus er zijn daar weer een aantal plaatsjes vrij. Die ik opengezet heb. Dus als je dat wenst, dan kan je daar nu gebruik van maken. En de eerste kaart die we krijgen is alchemie. Alchemie doet me onmiddellijk denken aan het traject dat ik binnenkort ga starten, aan seksueel alchemie. Maar dus hier in deze reading voor deze week wil het ook zeggen dat alchemie, dus de processen van je eigen groei, de leren nog dieper werken met energie, staat centraal. En dat is eigenlijk voor beide, zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke energie. En we eens kijken wat de onderkant ligt. En de star. De star toont ons dat we eigenlijk niet van hier zijn. Zeker als tweelingvlammen of als je al wakkerder bent, dan ga je ook meer en meer gaan beseffen dat het feit dat we zo in staat zijn om met die energie te werken, dat dat verbonden is met het feit dat we eigenlijk geen mens-mens zijn. Dat niet enkel de materiële wereld, dat niet hetgene is waar dat we onze waarheid uithalen. En dan krijgen we twee kaarten. De Master of Crystals en de Three of Crystals. Even kijken op de video, zodat jullie het kunnen zien. Kijk, deze week gaan we allebei, zoals de mannelijke als de vrouwelijke energie, nog meer uitgedaagd en begeleid en ondersteund worden om een meester te worden over onze materiële wereld. Om alle illusies die we ooit gehad hebben in de realiteit, om die meer en meer te gaan neerzetten en in de realiteit brengen. En dat, waarover gaat het dan heel specifiek? Hier over de Trinity. Over de drie-eenheid. In jezelf, lichaam, geest en ziel, zoals ze zeggen. Maar in de connectie gaat het over de mannelijke, de vrouwelijke energie. Dus de eenheden, wanneer dat jij in eenheid en jouw tweelingvlam of tweelingziel in eenheid is. En dan wanneer je dan samenkomt, dan creëer je een derde eenheid. De eenheid van de heilige relatie. En dat is hetgeen, al hetgeen dat deze week gaat gebeuren, dat op je pad komt, is er om je nog dichter te brengen in die eenheid met jou, eerst in jezelf en dan in latere fase met jouw zielspartner. En dat gaat ervoor zorgen dat je ook meer en meer gaat gaan zien
Op welke manier dat je een echte ware meester bent van je eigen realiteit. Op welke manier dat je eigenlijk jouw realiteit gaat gaan vormgeven. Dus ik zou niet zeggen dat dit een echte uitdaging is. Het is natuurlijk een uitdaging, want we zijn erover aan het leren. Maar het is geen negatieve uitdaging. Het is geen negatieve les. En dat is heel goed en heel leuk na de hele uitdagende en emotionele maanden van het eerste helft van 2022. Maar nu ga je zien dat we dan wat verder lopen in de tweede helft. Dat we veel meer ook echt de resultaten gaan zien van van het werk dat we gedaan hebben. En dan gaan we dat eens aanvullen met een aantal orakelkaarten. Dit zijn tarotkaarten. En dus niet alle kaarten die we gebruiken zijn tarot. En de combinatie van beiden is natuurlijk wel mooi. Welke informatie kunnen we hier dan aan toevoegen die van toepassing is op de connectie? Welke boodschap kunnen we nog meegeven aan de mensen die kijken naar de video? Oeps, dat is te veel. Ik ga maar even zo doen. Oké, wat is de boodschap dat we nog mogen toevoegen? Voilà, dat is hij. Soms is het goed dat je de kaart er regelmatig schudt. Of als je voelt dat ze bijvoorbeeld aan elkaar kleven, dat je gewoon dus zo erop klopt met je vuist. Omdat dat dan betekent dat er eigenlijk te veel energie aan vasthangt. Of omdat je zelf jouw energie te veel versplinterd is. Dus dat je aan te veel dingen denkt, terwijl je eigenlijk het beste aan één ding denkt terwijl je de vraag stelt. En wat krijgen we hier extra bij, dat we mogen en moeten weten voor deze week? Dat is eigenlijk dat we verder gaan in onze hartheeling. Verder het uitzuiveren van onze energie, van ons zuivere zijn. En het lastigste en het laatste is eigenlijk ons hart. Want iedereen, ik was er ook een van, houden ons hart eigenlijk gesloten. En dan denken we dat we liefde ervaren. En dan denken we dat we open zijn. En dan denken we dat we ons hart open houden. Maar eigenlijk zijn er nog zoveel mechanismen, zoveel copingmechanismen, zoveel verdedigingsmechanismen, dat we eigenlijk ons hart openen, maar altijd vanuit voorwaarden, niet onvoorwaardelijk. En dat is hetgeen wat we nog meer, dat je moet meer leren natuurlijk, wanneer je wel in eenheid komt met je zielspartner, om je hart volledig te openen, om voorwaardelijk liefde doorheen te laten stromen. En dat vraagt natuurlijk heel veel, want dat vraagt tegelijkertijd ook om in jouw, de Royal You heet het hier, maar dat vraagt ervoor, hoe meer dat je die onvoorwaardelijke liefde doorheen kan en mag en laten stromen, en je daar comfortabel bij voelt, en je dus niet overweldigend voelt, en dus geen schaduwen meer getriggerd worden, hoe meer dat je ook gaat voelen dat jij eigenlijk die overvloedige zelf al bent. Dat jij al die eenheid in jezelf gecreëerd hebt. Dat je al één bent met al de wensen en al de dromen en verlangens dat je eigenlijk diep van binnen voelt dat je wilt dat ervaren en gaan manifesteren. En dus dat is hetgeen waar we naartoe aan het gaan zijn. Deze week ga je daar al meer en meer bewijzen en signalen over krijgen. En dat is ook allemaal eigenlijk in gang geduwd, als het ware, sinds de 777-poort. Dus 7 juli, begin van deze maand. En dat gaat nog heel tot de rest van het jaar verder gaan. Joepie! Dan gaan we eens kijken van wat is de onbewuste schaduw van de vrouwelijke energie voor deze week en wat is de onbewuste schaduw van de mannelijke energie? Maar wat ik onmiddellijk al hoor bij de vrouwelijke energie, is het gevoel van weer in de steek gelaten te worden. Het gevoel van er alleen voor te staan. En dat hoor ik je misschien zeggen van ja, maar ja, oké, Lindsay, ik heb dat al geheeld. Ja, dat klopt. Maar er komt altijd ook weer maar nog meer en meer op een dieper een dieper niveau nou, aan bod, zodanig dat we nog meer en meer ons kunnen gaan healen. Dus het feit dat ik het zeg en voel, dat is hetgeen dat we moeten weten. En wat krijg ik voor de vrouwelijke energie? De chariot, dus succes. Eventjes zien, de knight of bekers, dus de knecht van bekers, of hoe zeg je het in het Nederlands, omgekeerd. En de two of bekers recht. Dat zien jullie, dat kunnen zien. Ja.
Dus dat betekent, hoe meer dat we in staat gaan zijn om onze eigen emoties te healen en onze eigen beker te gaan vullen, daar gaan we sowieso succesvol over zijn. Want dat gaat ervoor zorgen dat we dan eigenlijk ook samen kunnen komen met onze goddelijke partner, met onze perfecte partner. En dus het is belangrijk dat je dat je die visie van hoe dat je wilt voelen, welke relatie dat je wilt aantrekken, de visie waar je echt zoveel passie over rond voelt, of dat nu is over een relatie of iets anders, dat maakt niet uit, zeker voor de vrouwelijke energie, dat je jouw eigen dromen blijft najagen, dat je visualiseert dat je succesvol bent. Want dat, het succesvol neerzetten van je eigen visie, van je eigen verlangen, waar je diep van binnen voelt, dat je in staat is en dat je daaromtrent ook je ontgoochelingen en je hart verder hield, dat zal dan eigenlijk ook uiteindelijk die eenheid brengen met een andere ziel, met een andere partner. Een andere partner, ik bedoel met een andere persoon, dus met je zielspartner, je perfecte partner. En dat gaat dan ook die eenheid brengen. Dus dat is hetgeen, de onbewuste schaduw, hoe dat ze wel zeggen, dus hetgeen wat ik gezegd heb. Oké, het kan zijn dat je je verlaten voelt, maar dat maakt niet uit. Als je geen aandacht krijgt van je mannelijke energie deze week, of wanneer dan ook, waar dan ook, in welke connectie, waar dat je ook zit in de connectie bedoel ik, focus altijd op jezelf. Hou succes, hou je visie van het samenkomen, hou dat voor ogen en gebruik de passie die je daarvoor voelt en die drijfveer, gebruik het om je eigen stabiliteit en je eigen dromen na te jagen. Is dat om je eigen baas te worden? Is dat om een nieuw huis te manifesteren? Om een verre reis? Wat dat ook maar is, gebruik de liefde die je voelt voor die zielspartner, die zielsconnectie, gebruik die om je eigen dromen na te jagen. En dat op zich is super, super aantrekkelijk en super magnetisch voor jouw zielsconnectie. En dat gaat er dan ook voor zorgen dat zij eigenlijk dan stappen vooruit gaan zetten. En dan de onbewuste schaduw bij de mannelijke energie. En ook hier zie je hier eigenlijk de Six of Wands. Dat is verbonden met individueel succes. Maar dat je hier het gezamenlijk oh my god, succes meer naar boven voelt, zie je hier dat de mannelijke energie een succes kan zijn in het manifesteren van die connectie. Dus we hebben Five of Wands. Als ik het goed voor heb, is het Justice. Met die Romeinse cijfers ben ik altijd in de war. Ja, Justice. En dan de Page of Wands. Dus wat zie je? We zitten in het levensseizoen. En je ziet dus hier twee keer dat vuur passeren. Hetgeen vuur dat je ook hier ziet. Hier het vuur. Maar wat dat bij de vrouwelijke energie veel meer rond emoties gaat, gaat bij de mannelijke energie veel meer over vuur. Vuur in de zin van dat de leeuwenergie hem die push vooruit geeft. Die duw geeft om eigenlijk in actie te gaan stappen. Ja, echt in acties te gaan stappen. En waar dat er vroeger obstakels waren en problemen waren en conflict en discussie en wat dan ook, gaan ze veel en meer en meer ook de mogelijkheden zien die geopend worden daarmee. En dat op zich, dus dat inzicht dat ze gaan krijgen, gaat ook balans brengen en gaat ook naar de vrouwelijke energie eigenlijk ook dan weer meer helderheid krijgen. Maar ook hier is het voor de mannelijke energie heel belangrijk om deze visie van eenheid, van hun dromen, van omdat heel helder voor ogen te houden en eigenlijk hoe zeg je dat nu? Geafgestemde, dus geïnspireerde actie te blijven ondernemen en niet zomaar vanuit ik ga het doen, want iedereen doet het op die manier. Nee, om echt als nieuw op het pad, maar toch nog luisterend en voelend naar je eigen intuïtie en daarbij ook die focus houden om vooruit te gaan. Maar tegelijkertijd open zijn voor nieuwe mogelijkheden. Dat is hetgeen waar de mannelijke energie heel hard al altijd heeft mee geworsteld. Het feit dat ze anders dingen moeten gaan doen dan dat ze altijd gedaan hebben. Omdat, excuseer, al de angsten dat ze hadden en alles die er rond dat ze vroeger deden, dat werkt allemaal niet meer. En ze weten niet meer hoe. Maar dus door die helderheid en dus die gerechtigheid te brengen naar de vrouwelijke energie, gaan ze zelf ook het gevoel hebben van weer vrij te zijn en vooruit te kunnen gaan. En dus gaan ze nieuwe inzichten ontvangen. En gaan ze, want je ziet hier ook die twee vlammen, die twee wanten, die zie je eigenlijk hier ook als de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar de ene is feller dan de andere. Dus dat wil ook zeggen dat hoe meer dat de vrouwelijke energie in haar kracht komt te staan, hoe gemakkelijker dat is voor de mannelijke energie om haar leiding te volgen. En
Zet u daar ook niet op vast. Het is niet zo dat jij dan als vrouwelijke energie alles moet gaan leren aan je mannelijke energie. Zeker niet. Maar net door het voorbeeld te zijn, net door gewoon zo authentiek mogelijk jezelf te zijn, dan leid je eigenlijk al jouw mannelijke energie in de VFD en hoger. En dat gaat dan meer en meer zich ook gaan uiten in de realiteit, dus in die 3D-wereld. Wat is de kracht van de. Wat is de kracht van de vrouwelijke energie? Wat is de kracht van de vrouwelijke energie? En wat is de kracht van de mannelijke energie? Hiervan. Dan eerst deze van de vrouwelijke energie doen. Dat is de ancestors, dat is de voorouders. Appreciation en healing. Kijk. De vrouwelijke energie gaat deze week nog veel meer dingen ook gaan healen in het voorouderlijke. Maar veel meer die ook weer te maken heeft met het waard zijn. Met het voor zichzelf gaan kiezen. En niet altijd vanuit de vervormde vrouwelijke energie moeten dienstbaar zijn. En moet jezelf wegcijferen of aan de kant zetten. Dus dat is de kracht. Dus eigenlijk al hetgene dat haar voorouders in de vrouwelijke energie, maar ook in de mannelijke energie geleerd hebben. En gezien hebben wat dat werkt en wat niet werkt. Daar kan je als vrouwelijke energie op afstemmen en mee verbinden, om van daaruit dan de obstakels die als leermomenten op je pad komen aan te vliegen. En de kracht in de mannelijke energie is om te spreken, communication. Te spreken niet alleen naar de buitenwereld, maar nog meer zelfs naar emotioneel openen naar de vrouwelijke energie. En dan is het belangrijk van de vrouwelijke energie om daar ook die ruimte in te geven, dat de mannelijke energie inderdaad in staat is om zijn vrouwelijke energie tot uiting te laten komen in de veiligheid van de connectie. En dus ga je merken dat wanneer dat die mannelijke energie voelt dat het inderdaad veilig is en hij niet veroordeeld wordt of anders gaat bekeken of behandeld worden, dan ga je merken dat hoe meer dat hij dan die verbinding maakt met zijn eigen vrouwelijke energie, hij in staat is om ook met de vrouwelijke energie op een harmonieuze manier te gaan verbinden en te gaan communiceren. Dus de mannelijke energie gaat meer en meer dingen gaan delen. En gaat tegelijkertijd ook het gevoel krijgen dat hij dat oké is om die dingen te delen. En dat het ook een positieve invloed geeft op zijn connectie en op zijn eigen welzijn en zijn welbevinden. Ik voel dat ik hier nog een andere ding mag delen. Ik doe nog een kaart. Een extra informatie. En dat is voor allebei, hoor ik. Dat is er te veel. Oeps. Oké. Die moet ik wel. Allemaal. En ik zie al waarom. Echt waar. Welke moet ik eerst doen? Ja. Eerst deze. Divine Will. Deze kaart zegt dat het belangrijk is om alle angsten die er nog zijn, om die los te laten. Het helpt je om niet meer verder. Het zorgt alleen maar voor je proces te vertragen, om de connectie en eenheid die je hebt in jezelf en in je connectie tegen te houden. Dus het is belangrijk dat je jouw eigen vrije wil, dat je hebt als hier als mens, om die uit te lenen met je goddelijke wil. En zijnde hetgeen wat jouw ziel eigenlijk echt wenst hier vorm te geven en te ervaren. En dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk nog meer lichtcodes gaat gaan ontvangen en gaan kunnen decoderen als het ware. Ze gaan als wijsheid openen, als kennis openen in je eigen energie, waardoor je plots inzichten gaat gaan krijgen waar je voorheen eigenlijk geen weg voor uitziet. Dus net door daar toestemming te geven en daar bewust voor te kiezen om je eigen wil uit te leiden met dus de goddelijke wil of de divine wil of de wil van je ziel, ga je eigenlijk jouw proces gaan versnellen. En kijk eens welke kaart het er ook uit viel. Eternal Union. En dat is hetgeen waar dat het uiteindelijk allemaal ook om gaat. Dat is de reden waarom je naar deze reading kijkt. Dat is de reden waarom je me volgt. Omdat je diep van binnen voelt dat je voorbestemd bent voor een diepe zielsconnectie. Die onvoorwaardelijke liefde naar je constant terugstuurt. Waar jij kan delen met die andere persoon. Maar dat vraagt natuurlijk van jou om het nodige werk te doen. Om alle schaduwen die er zijn, om die uit te werken. En om de stappen te zetten waarvan je gevraagd wordt om te zetten. En soms betekent dat even wegstappen van jouw goddelijke partner, van jouw jouw spiegelziel, of hoe je het ook wil noemen, tweelingvlam, tweelingziel, of je soulmate.
om net te focussen op je eigen stukken. En eerst je stabiliteit en je eenheid in jezelf te creëren. En van daaruit in balans te kunnen weer verbinden met je andere, met de mannelijke energie. Of omgekeerd, vanuit de mannelijke energie verbinden met de vrouwelijke energie. Oké, dan gaan we nog eens extra kaartjes ter afsluiting. Ik heb nu twee decks net met elkaar samengestoken. En natuurlijk is het dan iets moeilijker om ze te hebben. Oké, wat is de boodschap dat ik nog meegeef aan de mensen die naar deze video kijken? Om terug naar liefde en eenheid te komen. Ik blijf schudden totdat ik hoor dat het oké is. Voor degenen die afvragen waarom dat ik de ene keer twee kan, de andere keer drie of meer of minder. Dat is dus de reden. Dat was het. Zien we het er nog in omgedraaid zit. Zo. Wanneer je diep lief hebt, voel je de essentie van het leven. Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart, niet uitgelegd met het logische verstand. En dat is iets wat ik merk dat heel veel mensen die met mij samenwerken, die tweeling van pad lopen of die zelfs als licht werken, dat ze daar nog meeste tegenaan lopen. Ze proberen dingen te verklaren. En dat komt voort vanuit, ik zou niet zeggen onwetendheid, maar gewoon voort vanuit angst, omdat we niet weten wat dat het ons gaat brengen. Of dat we er wel goed gaan aan doen om dat pad van onze ziel te blijven volgen. Maar geloof mij, dat is het zeker. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie maakt je magnetisch. Dat is ook zo. En als je daar meer wilt over leren, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het traject Seksuele Alchemie. Waarin dat we dit stukje rond je eigen authenticiteit, je eigen vibratie, je eigen energie nog dieper op ingaan. En ik je een aantal technieken en tools geef om daar echt bewust gebruik van te maken. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. En dat is ook zo. Zeker als je die Eternal Union en die onvoorwaardelijke liefde wilt aanvaarden en aantrekken in je leven, dan vraagt het moed. Het vraagt moed om doorheen de schaduw te gaan. Het vraagt moed om doorheen de dieptes te gaan. Maar als ik het kan, dan kan je het ook. Dus veel succes en tot in de volgende video. Daag!